Ah, dit is echt zo niet fijn. Ik word geappt door de moeder. Goedemorgen. Nou, dit moet echt een zondag zijn, want ik kom mijn bed niet uit en ik ben echt traag, dat wil je niet weten. Maar goed, ik heb thee gezet, ik heb een banaantje gepakt, dus ik ga even ontbijten. Ze hebben dus gewoon al klaar om beter buiten aan te spelen voor de deur. Dus ja, we gaan gewoon even rustig opstarten. Ik heb ook niks gepland staan vandaag, er is ook verder niet echt veel te doen. Dus ja. Ga maar kijken hoe ik de dag ga invullen. Het wordt in ieder geval na vandaag wordt het weer echt weer leuk en interessant. Dus vandaag 18 graden, morgen 20, daarna 22, daarna 24 en dan 26 graden donderdag. Heb ik zo zin in? Ik kon mijn camera nergens vinden, maar zij had hem zo lief opgeruimd dat ik hem niet meer kon vinden. En ik heb gisteren dat filter op donkerder gezet, maar ik vind hem nu te donker, dus ik ga hem even switchen. Ja, een stuk beter. Ik heb me aangekleed en een heel klein beetje opgemaakt. Ik heb alleen mijn ogen opgemaakt. Maar ik heb hier een pigmentplek op mijn hoofd. Dat is nieuw. Waarom weet ik het niet? Dat heb ik nooit gehad. Maar daar heb ik net een crème en een hoge factor ook op gesmeerd. Maar die laat dus wit af. Dus eigenlijk zo'n witte plek. Maar ik wil me niet verder opmaken. Over deze crème kan je gewoon opmaken. Alleen ik wilde mijn huid even lekker laten bijkomen. Dus nou, nu loop ik maar met een witte plek. Goedemorgen. Maar net is al middag ondertussen. Ik heb mijn outfit ook aan. Ik heb deze leuke top. Deze makkelijke broek. En mijn zwarte laarzen weer. Ja, en zij is de hele tijd aan het fietsen. Ik ben ook aangekleed. Ik heb deze top aan. En dit van Modstrom, geloof ik. Ja. Broek aan van Bennett en Emma Haviana's. Want ik ga vandaag gewoon veel in huis. Dus dat vond ik wel makkelijk. En ik ga lunch maken. En we hadden pas soep gemaakt. Ja. En het was eigenlijk Sarah's idee om soepjes te halen. Dus ik heb twee van deze. En die ga ik even opwarmen voor ons. En dan gaan we even lekker soep lunchen. Oh, lekker soepie. Met balletjes. Oh, en speciaal Sarah de half opgegeten soep ook. Die is heerlijk. Oh, zo stom. Oh, mijn beeld is nou wel heel licht. Maar ik vind het denk ik wel mooi. Maar goed, ik ging naar boven lopen om te gaan strijken. En toen dacht ik, ik heb zo zin. En ik ga het zo echt doen. Maar ik lig even 3 minuten in mijn eentje in opstand. Maar goed, ik wil alles weg hebben. En ik ga het echt doen. Marcus in de tuin bezig. Dat moest ook al heel lang. Ze heeft met de verjaardag natuurlijk dat klimrek, duikelrek gekregen. Een turnrekje echt. Maar die rubbermatten lagen er nog steeds niet goed onder. Dus die is daar bezig. En ja, alles moet gewoon af voor het lekkere weer. En ik wil eigenlijk heel graag een lichtbedje hebben. Dat ik gewoon plat kan liggen met zon of zo in de tuin. Want we hebben wel heel veel stoelen en stoelen naar achter kunnen. En dat is leuk voor je voorkant. Ja, ook niet helemaal, want soms krijg je dan schaduwen. En ik vind dat heel irritant. Als je dan bijvoorbeeld een schaduw hier hebt. Dan heb ik altijd zoiets, dan krijg ik daar een witte plek. Maar dat is leuk als je op je rug ligt. Maar op je buik is dat dus echt zwaar irritant. Dus daar moet ik eigenlijk ook nog voor gaan kijken. Maar goed, ik ga mezelf nu even motiveren. En ik ga de strijk doen. Ah, dit is echt zo niet fijn. Ik word geappt door de moeder van het vriendje vriendinnetje met wie ze aan het spelen was. Is ze de sleutel van de fiets kwijt. En ze heeft hem daar op de, aan een paal voor de deur vastgezet. En ze had de sleutel binnen, maar ja, ze zijn ook nog naar binnen en buiten gelopen. Dus zij is in huis aan het zoeken. En ik nu dus buiten. De strijk was trouwens wel af. Maar toen wilde ik mijn was, die was precies klaar, die wilde ik ophangen. Maar toen in deze app. En ik wilde nog een wasje draaien, want ik wilde het allemaal weg hebben. En nu loop ik dus te zoeken op straat. Nou, we hebben zo hard net naar die sleutel gezocht. Ik buiten en de moeder van een vriendje en een vriendinnetje binnen. Maar echt niet te vinden. Maar we denken dat hij wel daar binnen moet zijn. En dat hij dus waarschijnlijk tussen het speelgoed is beland.
Dus nu met de reservesleutel de fiets neergezet. En dan mag ze gewoon niet fietsen tot de andere sleutel er is. Want anders neemt ze deze sleutel meestal kwijt en hebben we dus geen reservesleutel. En nu aan het koken. Een lekker kofta maken. Achtertuin, ze heeft zo'n klimrek en die matten liggen er. Dat had ik volgens mij verteld. Die liggen er nu in. Alleen moeten er nog tegels geslepen worden. Maar die slijptool is nu niet hier aanwezig. Die ligt in een garagebox. Dus dat is dan later van de week. Maar goed, we zijn al een stapje verder. Dus dat komt helemaal goed, hè? Oh, ik heb echt zo'n honger. En dan ben je eten aan het snijden en dan weet je dat je het lekker vindt. En dan heb je alleen maar meer. Wat zeg je? Zo, echt hè? Jeetje. Die is echt groot. Nou, Marco is de tuin voor de planten allemaal water aan te geven. Want het is natuurlijk allemaal heel droog nu. Dus we gaan er gewoon even redelijk veel verlieten op dat de grond zo verzadigd is. Ik heb er zo'n hekel aan om het elke dag helemaal die slang en alles te moeten doen. Ik moet een buitenkraan hebben, maar dat staat ook op de moet nog lijst. Dus dan kan ik het gewoon met een gietertje een beetje bijwater geven. Zonder heel veel gedoe. En dan is die grond verder nog wel even verzadigd. Dus dan kan ik het weer even een paar dagen of een week zo gewoon bijhouden. En dat was weer genoeg huishoudelijk gebrabbel van mij. Kijk hoe lekker. En die lens die beslaat weer lekker. Maar goed. Oh, trek in. Oh, zo ligt het bed. Oh, Marco is in de auto aan het klussen. Het is gewoon zo druk momenteel allemaal. Dus ik heb even een momentje me-time. En ik had de laptop al gepakt, die staat klaar. Dus toen dacht ik, ga ik gelijk even editen. Maar toen dacht ik, ga even eigenlijk genieten van een momentje met mezelf. En even gewoon iets voor mezelf op tv kijken. En als ik tijd heb, moet ik altijd mee spelen. Ik kan niks doen, ik moet niet doen. Op mijn haar vet van. Ik ga deze nieuwe serie kijken. Ik ben benieuwd. Het is de nummer 4 in Nederland nu. It's my take on Mexican lasagna. Great. It's nothing. We just don't want you to think you're alone. Jeff and I are here for you if you're gonna talk. Was een goed idee. Oh, het is mijn beeld geel. Dat is echt dat filter die ik erop heb gezet. Maar ik sta nu even een beetje terug, dus ik kijk er zo nog wel even naar. Maar goed, ik ga even een bakje verzellen maken. Ik zit net te denken, het is zo moeilijk om in een ritme te komen. Want nu ook, dan heeft Sarah morgen school. Nadat ze dan 3 dagen vrij is geweest. Dan school 1 dag vrij, dan school. Dan 5 dagen vrij. Dan school vrij, school 3 dagen vrij. Het is, ja, ik weet niet. Het is heel lastig in de ritme. En dan heb je nog de homeschooling tussendoor en ja, heel gedoe. Maar goed, ik ga even haar bakje maken vanmorgen. En broodtrommel heb ik al klaargezet. Beker heb ik al klaargezet. Brood doe ik pas morgen echt klaarmaken. Morgenochtend heb ik ook Mila. Dus ik moet wel echt bij tijd eruit. En ik heb een halve vlog al geëdit. Ik weet niet of ik hem af ga krijgen, want ik wil gewoon echt, echt een keer op tijd gaan slapen. Dat is nog steeds mijn streven. Of dat me gaat lukken, dat zien we dadelijk. Dat weet ik niet. Ik ga in ieder geval nog even ook een theetje drinken. En ik heb net de serie gekeken. En ik moet zeggen dat ik hem best wel leuk vind. Hij is anders dan wat ik dacht. Ik dacht dat het eigenlijk meer echt een comedy was. Maar het is niet echt een comedy. Dus het is meer een drama, denk ik, waar hij het beste in past. Maar ik vond hem wel boeiend tot nu toe. Ik ben niet heel ver, dus kan er nog niet heel goed over oordelen. Maar so far so good. Even denken. Ja, dat was eigenlijk alles wat ik op dit moment kon melden. Ik heb mijn instellingen weer veranderd. En ik heb nu een ander filter geprobeerd. Nee, filter is niet goed. Allemaal instelling. Dan gisteravond. En deze is volgens mij gewoon nog beter en helderder. Dus ik ga, als ik eraan denk, gewoon vaker die instelling veranderen. En dan zou ik zelfs eindelijk beter, scherper beeld moeten hebben. En dat vind ik wel leuk. Stom, hè, waar je blij over kan zijn. Dat was het ook alweer.
Echt. Ik zat me trouwens te bedenken, ik heb wel weer zin om een nieuwe video op te nemen. En toen dacht ik heb eigenlijk nog nooit een Q&A opgenomen. En die wil ik eigenlijk ook wel een keer graag opnemen. Dat lijkt me wel leuk. Dus ik ben benieuwd of jullie vragen hebben. Heb je leuke of originele vragen? Stel ze hieronder even. Dan maak ik een lijstje. Je kan eventueel ook via mijn Facebookpagina of mijn Instagrampagina. Dat is allebei ook Mama op Hakken. Kan je ook insturen. En dan maak ik gewoon een lijstje met de leukste vragen. En daar maak ik dan binnenkort een video van. En die beantwoord ik. Of doe ik het in de vlog? Nou, dat weet ik niet. Maakt niet uit. Maar ik zoek de leukste vragen dan uit. En die ga ik dan beantwoorden. Mochten jullie vragen aan Sarah hebben, dat kan. Dan zoek ik ook uit wat ik leuk of geschikt vind. Alleen, ik verplicht haar nooit om iets te filmen. Dat is altijd haar keus. Dus als ze zin heeft om het te beantwoorden, dan is dat prima. Heeft ze er geen zin in, dan is dat even prima. Dus je kan stellen, maar ik zal nooit beloven dat ze beantwoord worden. Dat is haar keus en dat ligt aan haar buik op dat moment. En wil ze het niet, dan wil ze het niet en dan gebeurt het niet. Oké, dit heb ik een lange tijd niet meer gedaan, maar dit moet ik dus echt laten zien. Ik ga naar bed en kijk. Oh, gewoon, nou, 7, 8 voor 12. Dus, ik wil nog even de vlog afsluiten. Ik wil je vragen om een duimpje omhoog achter te laten. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!